loindeo. Ah. Wabidi-loindeo. Ja, we zijn net geweest naar Mea Culpa van Stingend Sief. Een hele bijzondere voorstelling. Met een heel erg lang applaus, wat nog extra lang duurde omdat de koningin naar haar receptie moest. Heel erg bijzonder theater. En, niet alleen qua omvang, het is een enorm orkest in de orkestbak. Het is een enorme cast op het toneel, een draaitoneel. En Oscar Stingend Sief die dit gemaakt heeft vlak voordat hij stierf van longkanker, heeft er zijn laatste grote uitbarsting meegemaakt en dat voel je aan alles. En het eindigt heel erg mooi. Ik bedoel, aan de ene kant is de dood van de Stingend Sief vreselijk, hij is er ook mee wel aan het uitgroeien tot een soort messias in Duitsland van het theater. Maar ja, als je de kans krijgt om dit soort voorstellingen te maken, om achter te laten, dan mag je jezelf misschien achteraf postuum nog wel gelukkig prijzen. Dat is het. We gaan niet verder in de. Even luchten naar de voorstelling. Nou, ik vond het ontzettend indrukwekkend en heel bijzonder en heel mooi. En ik vond het ook heel erg grappig dat het dan eindigt met tjus. Ja, dat vond ik ook weer heel knap na zo'n stuk om dat dan weer te doen. Die humor die er toch in zit, de hele cynische humor. Ja, ik vond het bijzonder. De koningin is er. Ja. Nog steeds. Ja. De voorstelling voor de koningin ook, denk ik? Nou, ik denk het wel, omdat haar man Klaus, er zaten nogal wat overeenkomsten in. Die is ook, wilde zo graag een opera in de Sahel. En dat is postuum gelukt. Dus ik denk dat de koningin dit ook wel heel bijzonder vond. Jawel. Ja. De koningin kan dit ook wel waarderen. Er was nog iemand naast haar, Halbe Zijlstra. Of die het kan waarderen? Nou, laten we het hopen. Ik zat er wel even aan te denken. Ik dacht even, hoe zouden jullie het vinden? Maar ja, het gaat wel over het leven, dus dat moet iedereen toch aanspreken. Ja. Dankjewel. Nou, sterke première. Goed. Ik merk dat het toch heel belangrijk is dat daarbij ook vanzelfsprekend een koppeling wordt gemaakt met Afrika. Je ziet in het gezelschap ook een divers samengesteld gezelschap. En een sterk begin van een mooi festival. Oké. Gaat het heel erg over ziektes? De regisseur is gestorven voor het einde. Maakt dat nog een speciale indruk extra? Nou, eigenlijk vind ik het best wel luguber. Ik weet het niet. Laten we het maar erop houden dat het een toevallige omstandigheid is. Maar het gaat over. Het gaat over ziekte, ja. Dat is een beetje eng. Nee, goed. Ziekte hoort bij het leven, hè? Dat werd ook in dit stuk ook heel duidelijk aangegeven. Dank u wel. Bij dat
en die scène waarin er allerlei relaties worden opgelezen van mensen die dan ook vreselijke ziektes hebben of kanker. En dan onder woorden proberen te brengen hoe dat dan voelt, dan is dat wel heel aangrijpend. Dan kan je er ook wel een beeld bij vormen. Dus ik vind, ja, het is legitiem. Het is ja, kunst en dan probeer je wat mensen wat wijzer te maken en zelf wat wijzer te worden. Dus ja, waarom niet? En dat klinkt wel heel erg licht als ik het zo zeg, maar ja. Dus, alleen bij het Holland Festival kun je met enige regelmaat Kafka zien of zoiets als dit. Terwijl in Duitsland wordt dat gewoon wekelijks vertoond. Ik vraag me af of... De gedachtegang is altijd, er is niet een publiek daarvoor in Amsterdam. Of in Nederland. Maar kijk om je heen. Zou het dan echt zo zijn dat er geen publiek voor is? De staatssecretaris was er. De staatssecretaris voor cultuur, Halbe Zijlstra. Heb je nog een boodschap voor hem? Je hebt zoiets als don't preach to the converted. En je hebt ook, denk ik, zoiets als don't preach to the atheist. Ik denk niet dat... Dat bij hem door dit opeens het kwartje gaat vallen of door wat ik nu ga zeggen. Dus we hebben het ermee te doen en we zitten de rit uit. Het hangt af van wat er nog in de coalitiebespreking gebeurt. Niet zozeer dat het over jullie gaat, maar ik moet direct over doen. Namelijk in hoeverre. Nou, voor de pauze vond ik hem heel zwaar. Het was duidelijk dat, dat de maker echt twee dingen heeft geprobeerd. In één alomvattend stuk zijn hele oeuvre te plakken, zou ik bijna willen zeggen. En daarnaast zag je ook dat hij enorm heeft geworsteld met zijn emotie rond de aanstaande dood. Dat was met name voor de pauze was dat heel, heel sterk voelbaar. Ja. Gelukkig na de pauze, nou ja, kreeg je er meer... kwam je daar los erin te staan en daar kwam ook weer een stuk gelukkig heel goed naar voren. Had u ooit zo'n voorstelling gezien? Nee, ik heb deze nog nooit gezien. Nee, maar zo'n soort voorstelling? Nee, ik ben meer van de klassieke opera dan van het experimentele. En dit was absoluut een experimenteel stuk. Waar hij ook alles wat zij gecombineerd had. Stukken, film die continu werd geprojecteerd, ook van hemzelf. Toneel, opera, hij heeft alles in elkaar gedaan. En dat heeft hij wel heel knap gedaan. Ja. Misschien toch even een vraag die we moeten stellen. Hij krijgt heel veel subsidie. Wat zegt u? Hij krijgt heel veel subsidie. Hij krijgt geen subsidie meer, want hij is vorig jaar overleden. Ja. Voordat hij overleed. Ja, wat de Duitse overheid doet, dat moet de Duitse overheid weten. Maar bent u niet jaloers? Wij blijven als Nederlandse overheid ook heel veel subsidie geven. Dus het is niet zo dat dit soort zaken niet meer kan in Nederland. We gaan nog steeds honderden miljoenen aan subsidie uitgeven, maar we worden wat selectiever. Ja. Dus bent u wel in het Hol van de Leeuw? Er zijn hier allemaal... Ik heb geen leeuw gezien. Maar hij stond er net met een te praten, die nog net gehoord heeft dat zijn bureau opgegeven wordt. Is dat makkelijk om dan hier rond te lopen? Gaan wij pas op 10 juni naar buiten komen met wat er gebeurt en wat dat voor iedereen betekent. Ik vind dat het erbij hoort als je vergaande hervormingen hebt van het cultuurstelsel. Dat je ook met iedereen, voor iedereen open staat, zodat ze je kunnen benaderen en met je kunnen praten. Mm. En ook argumenten kunnen wisselen. Ja. Dat hoort erbij. Dus ja, Hol van de Leeuw, dat valt erg mee. De koningin zat naast u. Heeft ze nog gezegd van, meneer Halbe? U weet, alles wat de koningin zegt, dat is voor... degene die het aanhoort en de koningin en van niemand anders. Nou, dan houden we het daarin. Dank u wel. Goed zo. Okay.